Advocaat van de nabestaanden van de decembermoorden, Hugo Esset, is van mening dat hoofdverdachte Daisy Boutersen niets nieuws heeft aangekaart tijdens de voortgang van de strafzaak. Hij sprak journalisten gisteren na afloop van de spraakmakende rechtszaak. De jurist geeft aan dat er waarschijnlijk eind van dit jaar vonnis gewezen wordt in de kwestie. Dat betekent dat we na 30 mei weer een ronde gaan krijgen, namelijk dat het de verdediging zal mogen ingaan op het repliek. Dat wordt dan genoemd het dupliek. En dan rest er niets meer dan het laatste woord van de verdachte en het vonnis. Dus als we zeg maar in dit tempo doorgaan, dan verwacht ik inderdaad in het jaar 2023 nog vonnis in deze zaak. Maar voor het reces, want dat is in augustus doorgaans. Ja, je hebt in augustus een kort reces en je hebt in december een reces. Ja, ik kan het niet goed inschatten hoor, maar het zou me niet verbazen als het dus naar de derde kwartaal van het jaar gaat, ja. Esset verduidelijkt dat het Hof van Justitie ook wat tijd nodig zal hebben om bepaalde zaken te analyseren. Advocaat Erwin Kanhai geeft aan dat de gewezen centrale bankdirecteur Jozef Brahim vervolgd zou moeten worden, omdat het geheime dossier dat in de decembermoordenzaak was opgesteld verdwenen is na de staatsgreep. In dit stuk stonden er belangrijke zaken die voor opheldering in de kwestie zouden kunnen zorgen in het voordeel van de hoofdverdachte. Wanneer je een goed krijgt om te bewaren en het is verdwenen en jij bent verantwoordelijk voor die rechtspersoon, dan hebt u het verduisterd. Zo simpel is het. Als ik een goed alleen geef en u gebruikt het ten eigen baat, hebt u het verduisterd. Maar zou het de persoon moeten zijn of het instituut in deze de bank? Maar de rechtspersoon heeft geen handen en voeten, dus je moet de directeur vervolgen. Meneer Brahim moest vervolgd worden. Dat zegt de wet. En die zegt dat het schaadt uw cliënt in zijn verdediging. Natuurlijk, want dat onderzoek was nieuw, het was vers. En het verdwijnt uit de beste kluis in dit hele land. Verwacht u dat het Hof hiermee rekening zal houden met dit gegeven? Waarmee het Hof rekening gaat houden en waarmee niet, dat weet ik niet. Maar het is een feitelijkheid, ik heb het niet verzonnen. Brahim zegt dat. Boutersen gaf na de zitting aan dat hij niet vooruit wil lopen op zaken. Hij zegt zich altijd goed te voelen en dat de zaak geen effect heeft op zijn gemoedstoestand. Zijn antwoord op het pleidooi van zijn raadsman Kanhai is dat de jurist deskundig is en dat de zaken die hij tijdens de zitting heeft aangehaald spijkerhard zijn.